Wat moet er volgens u veranderen in Almelo? Nou, ten eerste wil ik zeggen de jeugd. Die zitten al zo lang thuis. Hè? Op een gegeven moment wordt de jeugd ook depressief. En heeft u daar bepaalde ideeën voor? Ja, zeker. Het spul weer losgooien. En de avondklok toch omhoog krijgen, vind ik. En dan dat zijn we de weekenden weer naar de vrienden kunnen. Hè? En dan zijn alle problemen opgelost? Nou, alle problemen niet. Ik baal er ontzettend van dat alles tegenwoordig online moet. Je kan nergens even naar binnen. Hè? Je moet bellen of een afspraak hebben. Ik ben het zo zat, ja. Maar ik niet alleen. Alle mensen zijn het zat. Het mag zo blijven op dit moment. Ze zijn erg vriendelijk allemaal, erg toegankelijk. En wat bedoelt u met ze? De mensen die ik tref op straat. Ja. We groeten elkaar, een lach, even een praatje soms. Dat heeft deze tijd wel meegebracht. Ja. En valt u dat op? Ja. Vroeger dan liep je nog wel en moest je echt beginnen. Want nu krijg je al een smile als je ze tegenkomt. Ja, voor mij eigenlijk veel meer speelplekken voor kinderen. Ja, maar verder, ja. Als uw idee voor meer speelplekken voor kinderen uitgevoerd zou kunnen worden, ja. Wat zou u daarvan vinden? Ja, is best een goede idee eigenlijk. Voornamelijk 's avonds op straat. En daarom ben ik ook blij dat er op een avondklok is. Is dat er 's avonds heel veel jongeren hangen en dat er ook best wel drugs gedeeld wordt hier in Almelo. En dan met name in het centrum. Ja. Ja. En wat moet er dan precies veranderen? Nou, wat mij is, we hebben nu sinds dat we in januari die rellen gehad hebben door het hele land door. En dat het ook hier in Almelo aangekondigd werd van kom, we gaan dat doen. Rijdt er al meer politie. Maar naar mijn mening is het zo dat er gewoon meer politie in de stad moet rijden. Voor mij voldoende. Wat bedoelt u met niet veel? Dat het goed is wat er in Almelo gebeurt of dat het niet goed is? Ja. Het is goed. Er hoeft dus niets veranderd te worden? Voor mij niet. Er kan dus ook niets verbeterd worden? Nee. Het is goed zoals het is. Ja. Jeetje meneer, dat is een moeilijke vraag. Gewoon, we wonen hier heel lang in Almelo en we zijn hier eigenlijk aardig gelukkig. Dus ik kan het wel niet zo bedenken gewoon wat er hier veranderd moet worden. Helemaal geen idee of nee. Plan? Nee, 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 en zeker niet na zo'n jaar lang corona heb je niet zoveel. Dus misschien dat ik, als straks alles er open is, je denkt, oh, misschien iets meer theater of iets. Maar ik kan zo 1, 2, 3 niet wat bedenken. Ja, als de winkels weer open gaan, zou ik heel blij zijn. Ja. Dat kan veranderd worden. Ja, en dan de terrassen. Hè. Het loopt tegen Pasen en dan wil je graag eens eventjes buiten zitten. Ja. Bepaalde structuur van de woningen. En wat bedoelt u precies met structuur? Met structuur bedoel ik het aanzien van de woningen zoals je ernaar kijkt. Dan zie je soms woningen, ja, die slaan nergens op. Dat is fantasiewerk, vind ik dat. Hoe zou dat veranderd kunnen worden? Door de gemeenschap ermee te laten bemoeien. Ja. Dus meepraten, meedenken met elkaar. En is dat een idee voor de welstandscommissie bijvoorbeeld? Dat zou helemaal niet zo gek zijn, omdat het natuurlijk ook om geld gaat. En niet iedereen heeft de financiële middelen. Minder leegstand, dat zou hartstikke leuk zijn. En wat zou daaraan gedaan kunnen worden, volgens u? Ik denk dat de huurprijzen overal te duur zijn. En ik denk dat dat wel een van de oorzaken is. Nou gaat de gemeente natuurlijk niet over de huurprijzen van winkelpanden. Nee, maar er zou toch een bepaald hoogte moeten zijn van de huurprijzen per vierkante meter als dat iets gaan drukken. Ik heb het idee van niks. Aha. Maar, kijk, ik woon al 20 jaar in Spanje en ik ben nu even een paar maanden terug in Almelo en ik vind het nog steeds geweldig, leuk en fijn. Dit is ongelooflijk fijn. De grote straat om te wandelen is heerlijk, eigenlijk alles. Dus voor mij staat een tevreden Almeloer die af en toe eens naar Spanje gaat. Nou, ik woon in Spanje. U woont in Spanje? Ja. Maar ik ben af en toe hier en ik vind het altijd elke keer weer ontzettend fijn. Ja. Hoe is de situatie in Spanje als we het dan over de coronamaatregelen hebben? Ongeveer hetzelfde als hier. Dus keep your distance. Ja. Ja. En dat is een deel van de oplossingen? Dat is een deel van de oplossing, ja. 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 Nou, iets minder leegstand zou wel fijn zijn. Er zijn wel best wel veel panden leeg en dat is wel heel jammer voor deze stad. En wat zou daaraan kunnen worden gedaan?
Ja, misschien goedkoper huur. Dat mensen dan het aantrekkelijk vinden om hier een winkel te beginnen. Wij vragen dat als team van Straatbrood wat er veranderd moet worden in Almelo. Omdat er op dinsdag 20 april een ideeënmarkt is. Aha. En mensen met ideeën die vinden dat er iets in Almelo moet veranderen of verbeteren. Die kunnen voor 6 april hun idee inleveren. Okay. En dat kunnen ze via het mailadres raadsgriffie@almelo.nl. Zou jij dit idee willen insturen? Nou, dan stuur ik het idee in. Zo makkelijk is het. Mooi. Ja. En zou jij je idee nog even kunnen herhalen voor de camera? Mijn idee is dat er meer politie op straat komt 's avonds, zodat er minder drugsdealen in de stad doorkomt. En daardoor wordt het ook een stuk veiliger op straat. Jazeker wil ik dat idee insturen. Geen probleem. Ja. Daar ga ik zeker aan meewerken. Ja. Nou, dan ga ik daar eens over nadenken. Goed. Ja. Er is één maar. Die ideeën moeten voor 6 april worden ingestuurd. Oh, dat is volgende week al. Ja. Is goed, dan ga ik graag doen. Ja, ja. Dank u wel. Nou, oké. Okay. Nou, dan heb ik nog eventjes een paar dagen de tijd. Precies. Nou, heel goed. Oké. Dus u heeft nog even de tijd. Ja, nou, wie weet. Ik wens u heel veel succes. Dank je wel. Ja, ik wil wel een idee indienen. Nou, dan kunt u een mailtje sturen naar raadsgriffie@almelo.nl. Raadsgriffie@almelo.nl. Ja. Doen we. Ik wens u heel veel succes. Almelo hoeft niet veranderd of verbeterd te worden. Nee, hoeft niks te veranderen en te verbeteren. Ik vind het nog steeds ontzettend leuk. En dan kan er misschien wel iets aan de omgeving veranderen of aan de winkels of zo. Maar dat heeft niet zo mijn belangstelling. Kortom, u bent een tevreden Almeloze. Ik ben tevreden oud-eenzaam mens, zoals we het noemen. Hè? Maar niet eenzaam. Wel alleen, maar niet eenzaam, want je moet het zelf doen. Maar wat doet u daar dan aan om wandelen, zo... wandelen, praatje maken onderweg, koekjes van de hond in de zak. Ja. En dan heb je altijd vrienden. Okay. Ben je nooit eenzaam. Ja. En altijd als je thuis komt zeg je, fijne dag gehad. Ja.